zwaarste bosbranden ooit in Californië. En binnen 24 uur van tropische temperaturen naar een sneeuwstorm. Dit is de top 3 spraakmakend weer. Op nummer 3 staan de overstromingen in Sudan. Door een bijzonder zware neerslaghoeveelheid is het waterpeil van de Nijl gestegen tot 17,5 meter. Dat is het hoogste waterniveau dat de Nijl heeft bereikt in 100 jaar. Sudan heeft een noodtoestand van 3 maanden afgekondigd. Bij de overstromingen zijn zeker 99 mensen omgekomen en zeker 100.000 woningen zijn verwoest. En op nummer 2 staan de bosbranden in Californië. Daar is zeker 10.000 vierkante kilometer land afgebrand. Het zijn de zwaarste bosbranden ooit in de regio. De vlammen slaan ook toe in de staten Oregon en Washington. De westkust van de VS brandt van Mexico tot Canada. En dan moet de wind nog opsteken. Een grotere weeromslag is bijna niet mogelijk. In 2 dagen gaat het weer in Denver van hoog zomer naar winter. Afgelopen weekend was het nog zinderend heet in Denver, maar dinsdag moesten de inwoners rekening houden met een sneeuwstorm. De temperatuur kelderde in recordtempo. Overigens zijn zulke temperatuurverschillen in korte tijd niet uitzonderlijk, maar een verschil van 40 graden is zelfs voor deze stad bijzonder. En dat waren ze alweer, de top 3 meest spraakmakende weerfenomenen van deze week. Volgende week zijn we er weer. Doeg!